eerste home workout. Begin met de warming-up, tabata. 20 seconden werken, 10 seconden rust voor 8 rondes. De eerste is de shoulder taps. Kom in mijn voordisten, ik knijp mijn buik en billen, een hoge plankpositie. Vanaf hier tik ik om en om mijn schouders aan. Puur mijn armen doen de beweging, mijn torso blijft helemaal recht. De tweede van de tabata is de inchworm push-up. Inchworm, voet onder mijn heup, handen naar de grond. Ik loop weer naar mijn push-up houding. Ellebogen naar binnen langs mijn lichaam. Push-up, vanuit mijn handen duw ik mezelf weer terug. Benen blijven gestrekt. Oké, de eerste workout van vandaag, every 2 minutes on the minute, voor 14 minuten, dus totaal van 7 sets. De eerste zijn 8 dips, kan je met een verhoging doen in de vorm van een bankje of een stoel. Handen aan de zijkant, benen gestrekt, heup net langs het bankje. Van de 4 gaan mijn elleboog naar achter, de schouder voorbij mijn elleboog en in één beweging duw ik mezelf omhoog. Om makkelijk te maken om mijn benen te intrekken, minder druk op mijn lichaam en van de 4 kan ik er makkelijker uitdippen. Tweede oefening, de bend over rows. Kan een vorm doen van een gewicht, stel voor een kratje. Pak hem op, komt je heup achter de borst naar de grond. Schouders zijn ontspannen. Van hier trek ik het kratje richting mijn navel en weer terug. Bovenin wil ik die spanning tussen mijn schouderbladen hebben. En weer gecontroleerd terug. Tweede workout voor vandaag, 500 voor tijd of 400 meter rennen buiten voor je huis. Of 1 minuut sprint op de plaats, voor 1 minuut. Knieën hoog, 20 lunges per been of 40 in totaal. Handen in mijn zij, buik aangespannen. Grootstappen voor, tik de grond aan en ik duw mezelf weer terug.